Na dagen onzekerheid is dinsdagochtend meer dan de helft van de geiten van Frans van Gurp in Breda geruimd. Bij de geitenhouder leefde tot vrijdag toe nog hoop, door een kort geding dat door een andere boer was aangespannen om gezonde geiten te beschermen. Bij het verlies van het geding wist hij dat ook zijn veenstapel voor een deel geruimd zal worden. Ja, eigenlijk bedonderd, want ja, de zieke geiten op de kinderboerderij laten lopen. En wij krijgen vorige week donderdag een brief dat ze niet besmet zijn. En looi is toch alles nog op. Ja, iets bezopen is aan staan wel natuurlijk, want op kinderboerderij daar komt de risicogroep. En ja, bij ons komen ze de zak ophalen. Om 9 uur 's ochtends waren 3 dierenartsen en vele andere betrokkenen aanwezig op de boerderij aan de Mastreef. In totaal zijn 360 drachtige en schijndrachtige geiten geruimd. De boer heeft er nu nog 240 staan. Per afgemaakte geit betaalt de overheid €400 uit. Volgens de boer een behoorlijk bedrag, maar compenseert de klap niet. Mevrouw Verburg die zei de juridische weg ligt open voor jullie. Ja, nou, daar zijn we vet mee. Ja, dat is eigenlijk al te laat. Ja, dat ook al, maar ja, ik zou die juridische procedures niet wachten. Ik ben geen advocaat. Nou, zoals ik dat wou horen. Maar ja, wij verdienen ons brood met geiten. De geitenhouder heeft op dit moment een fokverbod. Ook mag hij nog geen nieuwe geiten aanschaffen. Grote onzekerheid dus, waarbij opgeven volgens de boer geen optie is. Ja, voorlopig eerst maar eens kijken hoe dat, wat de nieuwe maatregelen zijn. Of dat fokverbod opgegeven wordt. Of ja, maar gewoon kijken wat ze in Den Haag bedenken. Wat de mogelijkheden zijn. Er zit niks anders op. Op verzoek van de Tweede Kamer is een speciale commissie opgericht die zich de komende tijd gaat buigen over de aanpak en bestrijding van de Q-koorts.